Hoe gaan we zitten? Wow. Je knieën zien er raar uit als je zo zit. Dat ziet er echt heel debiel uit. Ik denk dat dit de pose wordt. Het is wel heel nonchalant eigenlijk. Maar goed, we doen het er maar mee, want het is zomer, dus het mag. Hoi! Nu het nieuwe schooljaar gaat beginnen, hebben we iets nodig. Iets prangends, iets wat je leven gaat verbeteren, namelijk je collegekaart. Dan denk je vast, ja, maar waarvoor is die collegekaart dan nou zo belangrijk? Joey van Edit hier. Het is dus verplicht om je collegekaart aan te vragen. Dus hoe dan ook, zal je je collegekaart moeten aanvragen. Nou, komt-ie. Je moet je namelijk kunnen identificeren bij een tentamen. Want ze moeten natuurlijk wel weten dat jij het tentamen maakt. En dan kan je niet andere mensen jouw tentamen laten maken. Want dat is natuurlijk niet helemaal een soort van de bedoeling. Ook kan je met je collegekaart snoep, eten, drinken, allemaal etenswaren halen in de kantine en in automaten. Halen op de HVA. Hele goede zin. Eten en drinken, collegekaart. Uiteraard moet je dan nog wel te goed op je pas zetten, maar daar kom ik zo op terug. Ook kan je je collegekaart gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling. En ook kan je met je collegekaart een locker huren. Want het is niet standaard zo dat je altijd een locker hebt op de HVA, maar voor een x-aantal bedrag per jaar, volgens mij is het iets van 25 euro. Joey van de Edit hier, het is dus 15 euro per jaar. Kan je een locker lenen en dan kan je die openen en dicht doen met je HVA-pas. Dus dat is handig als je heel veel spullen bij je hebt bijvoorbeeld. Of als je het gewoon handig vindt om gewoon een kluisje te hebben om gewoon een levensvoorraad aan eten in te stoppen, omdat je altijd hongerig bent op de school en als je hard hebt gewerkt en zo. Ook heeft de HVA allerlei bibliotheken en daar kan je je boek lenen, dus dat is ook heel erg handig. En als je wil printen, heb je ook je collegekaart nodig. Zoals je hoort, best wel noodzakelijk om een collegekaart aan te schaffen. En als je nou afvraagt, waar kan je nou die collegekaart aanvragen? Want ik heb jullie natuurlijk lekker gemaakt nu. En nu denk je, ja, ik wil hem. Dat kan op mijnhvapas.nl. Wat je daarvoor nodig hebt, is een HVA-ID. Die heb je, als het goed is, via de mail gekregen als je bent begonnen aan je opleiding. En een daarbij horend wachtwoord. En dan heb je ook nog een pasfoto nodig. En wel belangrijk, want je zit 4 jaar vast aan die foto. Kies even een normale foto. Je mag ook lachen trouwens, volgens mij. Ja, je mag lachen. Je mag lachen op je collegekaart. Paard? Op je collegepaard kan je lachen. Maar het gaat erom dat jij duidelijk in beeld bent in ieder geval. En als je hem dan hebt aangevraagd, dan krijg je hem of door de brievenbus heen, of je moet hem ophalen bij een servicepunt eigenlijk van de HVA. Die zijn op verschillende plekken, verschillende locaties. Maar er zit er altijd eentje, meestal op de begane grond van jouw locatie. En als je dan je pas hebt, moet je hem nog even activeren, ook bij datzelfde servicepunt. En dan ben je good to go. Ja. Zoals ik al eerder zei, moet je dus geld op je pas zetten om bijvoorbeeld dus te kunnen printen of te eten. Of iets wat geld kost, heb je nou ja, best geld nodig. Dat is best logisch. Het is niet allemaal gratis tegenwoordig, hè jongens. En dat kan op bepaalde plekken in de HVA, op HVA-locaties. Maar het is nog allemaal veel beter. Als jij niet op school bent en jij denkt, nou weet je wat, ik heb nu eens even een tientje over. Die zet ik even op mijn pas. Dan kan het online. Je kan dus op heel veel manieren gewoon geld op je pas zetten. En ik realiseer me dat mijn thee koud aan het worden is. Hij is niet koud, dus hij is nog warm. Dat is logisch. Zeg maar, als het niet één is, is het andere. Goed verhaal weer. Top. Het is echt heel handig om te hebben dus. En dat klonk heel sarcastisch. Nee, maar het is echt best wel handig. Je kan er gewoon best wel veel mee. En je moet hem eigenlijk ook hebben, want je gaat sowieso tentamens hebben. Dus vraag hem gewoon aan. Goed. Dat was eigenlijk alles wat ik wel kon vertellen over een collegekaart, denk ik. Zo. Ongeveer. Wel. Ja. Ja. Als je nou benieuwd bent welke voordelen de collegekaart nog meer heeft, zoals bijvoorbeeld betrekking op kortingen, dan moet je even deze video kijken en daar kan je abonneren. En dan hoop ik dat jullie voor nu nog even een fijne zomer hebben en dat je je collegekaart gaat aanvragen. En dan zie ik jullie binnenkort weer met een nieuwe video. De camera staat best wel ver. Ik ben nog even aan het nadenken of ik nu naar jullie toe ga rennen. Ik ga het toch wel doen. Oké, dus.